De voorste kruisbandblessure is misschien wel de meest gevreesde blessure onder de voetballers. En waarom? Omdat de revalidatieperiode 6 tot 9 maanden bedraagt. In het beste geval zelfs 9 maanden. Nu is de revalidatie heel individueel bepaald, maar er zijn wel 3 periodes die voor ongeveer iedereen gelden. Na 3 maanden mag je voor het eerst opnieuw lopen en na 6 maanden mag je als voetballer zijnde je eerste training opnieuw meemaken. En dat deed ook Mitchell Paulussen van Roda JC. Gewoon hier naartoe rijden en zo was echt, ik was helemaal blij. Ik kon niet slapen, het was gewoon alsof mijn eerste training ooit was. Ja, dat was mooi. Na 6 maanden revalidatie heeft Mitchell Paulussen de veldtrainingen weer hervat bij Roda JC. Ik heb nu zeg maar de 2e keer vandaag, dus op de club. En ja, voor mijn gevoel kan ik eigenlijk al ja, bijna alles. Het kan allemaal nog wat sneller, weet je wel. Dat moet nog wel komen en zo, draaien en zo. En het, maar voor de rest ben ik wel heel tevreden hoe het nu gaat. Dat geeft je ook goed gevoel, hè. Dus dat je het ook weer kunt en dat je ook, ben je ook bang voor. Toen ik voor het eerst naar buiten ging, dacht ik echt van, ik ga nooit meer zo worden als ik was, weet je wel. En dan heb je het dan met die fysio's over en die zeggen dan, ja, weet je, iedereen zegt gewoon precies hetzelfde. Dus dan word je daar wel wat rustiger van, zeg maar. Dat je ook wel echt vertrouwt van, het komt wel weer, komt weer goed. Op 1 oktober 2017 sloeg het noodlot toe voor de Kerkradenaar. In de uitwedstrijd tegen Sparta-Rotterdam scheurde Paulussen zijn voorste kruisband volledig af. Een klap in zijn gezicht en die kwam pas echt hard aan in Genk. Toen ben ik naar Maastricht geweest van MRI. En daaruit bleek dat, dat kreeg te horen van dat het misschien een kneuzinkje was. Of niet heel ernstig in ieder geval. Dus ik weer hopen, gewoon krachttraining doen en hopen dat ik nog het volgend weekend kan spelen. En toen, de fysio's hier die vertrouwden het niet helemaal en die zeiden van, je moet misschien maar even naar Genk, naar dokter Truijen. Hij is geen echt goede dokter, specialist. En ik kom bij hem binnen en ik had die MRI bij me en die deed het niet op zijn computer. Dus hij zegt, ga maar even liggen, ik voel wel even aan die knie. En hij voelt en hij zegt gelijk van, je kruisband is weg, zegt hij. Een zware verdik dus. De eerste 2 weken na de operatie zette hem wel meteen met de voeten op de grond. De eerste 2 weken ben ik gewoon nog thuis gebleven. En vanaf de 3e week ben ik gestart. Dus dan liep ik nog op krukken. Dus dan kon ik eigenlijk bijna niks. Dus dan ging ik gewoon 's ochtends aan naartoe. En dan kreeg ik gewoon een gewichtje om mijn been heen. En dan moest ik benen heffen. En dan, het gaat gewoon niet, hè. Dus dan denk je echt van, dan hangt er 2 kilo aan je benen en je kan niet eens 10 keer heffen. Dus dan zijn er momenten van, dan weet je dat dit is serieus. Paulussen revalideerde in het sportmedisch centrum van de KNVB in Zeist. En de Limburger is heel tevreden dat hij daar revalideerde. Qua faciliteiten is het echt top. Je hebt alles. Dus in het begin zat ik elke dag in het zwembad en aqua joggen. En plus dat je zeg maar ook met een groepje bent die allemaal hetzelfde hebben. Dus we zijn met een groepje van 6, 7 jongens zijn we. Ja, je merkt wel dat we echt heel close zijn geworden en dat we echt, weet je, iedereen heeft hetzelfde. En dan de een loopt een maandje voor op de ander loopt 3 maandjes achter. Dus je ziet precies zeg maar in wat voor proces je gaat komen of in wat voor proces je al bent geweest. Dus dit is wel, je groeit wel echt met elkaar. En ook qua krachttraining zet je elkaar op te pushen en zo. Dus dat is echt heel goed bevallen. Mentaal vooral. Dus ik zou het iedereen aanraden om, om in ieder geval niet bij de club meer. Omdat je dan elke dag die jongens, die gaan gewoon door. Hè. Dus dit is gewoon automatisch piloot, zeg maar. Dus die gaan gewoon door, die gaan gewoon trainen, die spelen wedstrijden. Ja, voor jou is dat is niet meer. Dus je hoort er ook niet meer bij in principe. En dat moet je ook gewoon accepteren. Dus dan is het makkelijker om dat te accepteren als je gewoon extern revalideert, denk ik.
De zware blessure zorgt wel voor een grote verandering in de carrière van Paulussen. Van tevoren was ik nooit echt zo. Was ik meer van ja, warming up, jam up, trainen. Omdat ik ook nooit, ik was nooit geblesseerd. Dus. En nu ja, denk je wel van ja, ik ga even op die fiets zitten, gewoon een kwartiertje. En dan ga ik even wat lunges doen en wat stretchen ook voor die hamstring en zo. Dus dat is wel. Ja, dat is nu belangrijk dat ik dat ook zeg maar, blijf doen. Dus ook als ik nu over een jaar, dat ik dat nog steeds blijf doen, zeg maar. Dus dat is wel belangrijk. En die verandering voelt hij nu al. Na 6 maanden, na enkele zware maanden, ziet Paulussen nu het licht aan het einde van de tunnel. Fysiek zie ik het wel ook aan mijn eigen lichaam. Ook doe echt, elke dag zit je in dat krachtkonk, weet je wel. En van tevoren was ik echt niet zo'n... was echt niet mijn favoriet, zeg maar, krachttraining. En nu ja, ik begin het leuk te vinden en ik merk het ook gewoon aan mijn lichaam en zo. En ja, mentaal ook veel sterker. Dus ja, dit is zo'n grote tegenslag. Dus ja, en voor mijn gevoel heb ik het wel goed, goed geweerd. Dus ik zal niet meer zo snel, weet je wel... diep in mijn hoofd zit of zo, want dat heb ik nu wel gehad. Paulussen blijft strijdvaardig en is er zeker van dat hij sterker dan ooit zal terugkeren. En het belangrijkste wat ik net zei, is gewoon dat je echt accepteert van en dat het ook niet erg en dat je er echt sterker uit kan komen. Echt, dat zijn zat voorbeelden en ik zal ook een voorbeeld worden, weet ik zeker. Dus. Je moet het gewoon accepteren en dan volle bak aan de slag. Na 9 maanden komt dan het moment waar je de afgelopen periode keihard voor hebt gewerkt. Je eerste wedstrijd opnieuw spelen. En voor Floriano Vanzo van Waasland Beveren liep het geweldig af. Hij scoorde in de eerste minuut na zijn rentrée. Je suis rentré, j'ai marqué directement. Et je pouvais pas rêver mieux pour un retour, on va dire. Et ouais, ça m'a fait très plaisir. 2 kruisbandblessures oplopen in 5 maanden tijd en in je eerste wedstrijd na 1,5 jaar onmiddellijk scoren. Het klinkt mooi, maar voor Floriano Vanzo was het de realiteit. Zijn eerste revalidatie begon net te verbeteren tot hij plots opnieuw zijn kruisband scheurde tijdens een training. La première fois c'était jusque 5 mois donc j'avais pas encore récupéré on va dire 100% de mes sensations mais maintenant ici je suis à 8 mois 9 mois je pense. En là, franchement, je me sens comme au début. Vanzo koos ervoor om de tweede keer een kunstkruisband te laten plaatsen. Ouais, ouais, c'est avec le Lars. J'avais vu ça à Petersen de Oostland. Avait fait ça. J'ai vu que les résultats étaient bien parce qu'il a continué toute sa carrière avec ça. Et j'ai vu que c'était solide. Donc j'ai préféré faire ça plutôt que l'autre opération pour être sûr que. Ça me repasse pas le même coup que la première fois. La revalidation s'est bien passée ici. J'ai travaillé avec David, Lynn, Thomas, Xavier, tout le staff ici de Rêve. Et ça s'est bien passé. On a fait un gros travail pendant 1 an et demi, 2 ans. C'était un travail, un gros travail même de leur part parce qu'ils étaient toujours là avec moi. Donc, ouais, c'était beaucoup de travail. Schrik om zijn kruisband nog eens te scheuren heeft hij niet. Hij is ervan overtuigd dat dat ook moet. Peut-être les premières semaines, premiers mois, j'allais pas forcément full dans les duels et tout ça. Parce que ouais, on a toujours ce petite appréhension. Mais après, voilà, faut oublier, on est de retour. C'est que tout va bien, c'est que voilà, je peux aller à fond. Ondanks dat hij 1,5 jaar hard heeft moeten werken aan zijn terugkeer, denkt hij toch dat hij er sterker uit is gekomen. J'ai mûri comme comme homme et comme joueur. Je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir faire une passe, de pouvoir courir. C'est des choses que quand on joue, qu'on n'a pas de blessure, on savoure pas comme quelqu'un qui a été blessé 1 an et demi. Et c'est une chance incroyable de pouvoir mettre ses chaussures de foot, monter sur le terrain, faire une passe, courir. Juste ça, c'est quelque chose de magnifique et j'essaye de le dire à mes coéquipiers que c'est une chance incroyable de pouvoir juste s'entraîner. En ook voor lotgenoten heeft hij enkele tips. Le plus important pour moi, c'est dans la tête, plus que on va dire l'efficacité des exercices. Tout ça, c'est plus dans la tête.
de se dire qu'il ne faut rien lâcher et toujours penser à l'objectif, que le plaisir que ça va faire quand on va revenir. Et pour moi, c'est le plus important, ça se passe dans la tête. C'est rien lâcher, se réveiller le matin, aller s'entraîner à 100% et chaque jour comme ça. Et parfois, c'est difficile. Parfois, on est peut-être un peu fatigué ou un peu déçu. Enfin, il y a beaucoup de choses dans la tête qui se passent. Et il faut toujours essayer de passer au-dessus de ça et rien lâcher. Een geweldig moment voor Floriano Vanzo, die onmiddellijk scoort na zijn rotrie. Ik zelf scheurde eind vorig jaar ook mijn voorste kruisband, op 1 oktober 2017. Ik ben nu een zevental maanden ver in mijn revalidatie en dat betekent dat ik ongeveer een maandje de voetbalspecifieke oefeningen opnieuw ben aan het doen. Eens kijken hoe het staat met het trappen naar het doel. Dat is niet slecht. Dat wel.